Rente, bal kwijt. Nou, Colijn, nee. Oh, paas komt niet aan. Twee mannen stonden daar te wachten. Van Gils en Colijn en alsnog het schot. En nog een poging. Nu van Fortes. Maar zo zien ze het graag hier op de Vijverberg. We moeten er voor knokken, Colijn. Bal blijft binnen. Buettner dan. Zijn spits is er niet meer, maar nog wel. Van Gilst. Tweede lijn dan. Ja hoor, die zit erin. Colijn toch. De spits die er hoorde te staan, maar het net niet kon belopen, ging maar naar de tweede lijn. En die maakt zijn tweede van het seizoen. Daar komen ze inlopen, de mannen. En daar is die bijna raak. Met Peersman. Zo, die was dichtbij. Hoekschoppen zijn wapens, waarvan akte. Peersman bijna 1-1. We letten op Van Veen en op Peersman. Hakuna neemt hem. Swingt in, tweede paal. Daar ligt hij erin. Geen buitenspel. Ja, hij kijkt natuurlijk even. Marco Rente maakte 1-1. Ongelooflijk makkelijk, ongehinderd hoe Rente daar bij de tweede paal, ja, de bal langs zijn hoofd kon laten glijden eigenlijk. Groningen houdt consequent 4 spelers voorin. 4 spelers achterin. Waardoor het middenveld altijd voor de Graafschap is. Eno. Buettner, ja, dat is een penalty. Oh, 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 die zag je van 3 mijl ver aankomen. Ik werd aan mijn shirt getrokken, zegt Rente. Telt dat dan niet mee? Nee, zegt Lindhout. Jij haakte Buettner. Dit duel inderdaad. Shirtje getrokken. Oh, als we toch een VAR hadden gehad, hè? Daar staat hij. De man met die fijne trap. Alexander Buettner legt hem erin, zeg. Oh, ho, 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 ho. Nog net niet door het net heen. De beslissing is hard, maar hij is wel genomen. En Buettner pakt het cadeautje vakkundig uit. 2-1, de Graafschap. Het lijkt erop dat zij aan het langste eind gaan trekken. Dat is deze man, die moet daar staan. Maar Lien nog bijna. En niet voor het eerst deze wedstrijd constateren we, dan heeft FC Groningen ook niet ook maar een klein beetje geluk. En dan blaast Lindhout af. Dit was voor de Graafschap een hele belangrijke wedstrijd om te winnen. En voor FC Groningen ook een hele belangrijke wedstrijd om te verliezen.